Hallo allemaal, ik ben Taurij Becker van het kanaal Fijnproever. Welkom bij deel 2 van mijn aardappelenreeks. Vandaag ga ik aardappel Dauphine bereiden, dus kijk mee. Deze knapperige en luchtige aardappel heeft een zeer smaakvolle vulling. We beginnen uiteraard weer met het schillen en het wassen van de aardappel. Daarna zet ik ze weer in ruim water, zodat ze niet verkleuren. Let op bij het in stukken snijden van de aardappel. Zorg dat ze ongeveer even groot zijn, zodat ze even snel gaar worden wanneer je ze kookt. Pomme Dauphine worden ook wel eens aardappelsoesjes genoemd, omdat ze bestaan uit een deel soezebeslag en een deel aardappelpuree. Je bakt ze dan niet in de oven, maar frituurt ze dan in de olie. Terwijl de aardappelen koken, beginnen we met het soezebeslag. Eerst doen we de melk in de pan, daarna het water. Het luistert nogal nauw, vandaar dat het verstandig is om een weegschaal te gebruiken. We wegen ook de boter af en die doen we in de pan. Dat laten we even smelten en daarna gaan we verder met het wegen van de bloem. Die kan er in één keer bij. Nu ga ik alles lekker vermengen tot een deegbal en dit ga ik garen in de pan door het eerst uit te smeren over de bodem en dan weer bij elkaar te schrapen. Wanneer het deeg niet meer aan de bodem plakt en het vet een beetje begint los te komen, is het klaar. Het deeg doe ik in een kom en daar kunnen we het ei toevoegen. Belangrijk om te onthouden is dat je na het toevoegen van één ei meteen overgaat tot het mengen. Je zult merken tijdens het mengen dat het deeg een beetje begint te schiften. Dus één ei en daarna mengen, want mocht je nou alle eieren tegelijk toevoegen, dan gaat het je niet lukken om het deeg met het ei te vermengen. En dit is het eindresultaat als je het goed doet. Ik heb eigeel nodig voor mijn aardappelpuree, dus die ga ik nu scheiden. Ik gebruik mijn pureeknijper om mijn aardappelen te pureren. Je kan ook een stamper gebruiken, maar alsjeblieft geen blender of staafmixer. Niet super gezond, maar wel erg lekker. Gaat de boter erbij en dit meng ik door de aardappelen. Het hele eitje mag er doorheen. Even goed mengen. En nu kunnen de eigelen er in één keer bij. En dit gaan we ook weer met elkaar mengen. De aardappelpuree kan lekker door de soezebeslag heen gemixt worden. En dit is het moment dat je het op smaak brengt. Ik doe dat met nootmuskaat. Verhit de olie tot 170 graden en dan kan je de aardappel Dauphine frituren. Ik gebruik hiervoor 2 lepels, zodat ik het deeg makkelijk in de olie kan plaatsen. Je kan ook natte handen gebruiken om mooie balletjes te maken. Je bakt ze totdat ze mooi goudbruin zijn, zoals deze in de pan. Daarna haal je ze uit de pan en laat je ze lekker uitlekken op wat keukenpapier. Ze zien er heerlijk uit. Ik kan echt niet wachten om een hap te nemen. Oeh, lekker warm. Oeh, knapperig en luchtig. Perfect. Zo maak je aardappel Dauphine. Dankjewel voor het kijken. En volgende week laat ik je zien hoe je een heerlijke, smeuïge aardappelpuree maakt. Abonneer je op mijn kanaal. En zo blijf je op de hoogte van mijn nieuwste filmpjes. Tot volgende week.